buitenlander. Ik heb allemaal gratis integratiecursussen mogen volgen in jullie prachtig land. Nog steeds door belastingbetaler voldaan of betaald. En ik ben gevraagd om een presentatie te geven over loslaten, sturen, de kunst van het loslaten, zoals we het noemen. En het heeft te maken natuurlijk met hersenen, met overdracht, met creativiteit en natuurlijk ook zelfsturing. Dan ben ik te verstaan voor iedereen, want ik zie een paar mensen een beetje glazen en kijken achterin. Dat horen ze vaker, denk ik. We moeten beslechten in de komende jaren, en niet alleen maar wij, maar natuurlijk de studenten die bij ons komen, geïnspireerd te worden, opgeleid worden en voorbereid te worden voor een complex. En moeten we snel veranderen weer. We veranderen steeds sneller, sneller dan ooit in ons eigen tijdperk. Ik ben er 1956 en dus ik maakte mee. De laatste stuiptrekkingen van de ransonering in Engeland na de Tweede Wereldoorlog. Kun je voorstellen, ik sta hier voor u, dat is nog steeds redelijk, ik wil zeggen, jonge man, maar ik kan nog steeds valide. Maar we gaan kijken naar de wereld, hoe het verandert en hoe onze studenten voorbereid moeten worden op deze wereld. God Flattered God, een boek van Thomas L. Friedman, zeer interessant schrijven. Is er wel iemand in de zaal die dit boek nog niet gelezen heeft? Check even het niveau van het publiek, dan altijd voor en weet je ongeveer hoe je je boodschap moet pitchen. We gaan ook kijken naar A Whole New Mind. Is een zeer interessant boek van Daniel H. Pink. Is het wel iemand? Nee, oké. Okay. Snap het? Ja, veel te druk met gewoon schaduwadministratie en zo. Out of Control, dames en heren, Kevin Kelly. Hoe snel ons wereld verandert. Heeft dit boek in 2001 geschreven, zoals je ziet. Het heeft heel wat conferenties en spreekuren meegemaakt. Maar in wezen is het niet zoveel veranderd. Het heeft voorspeld dat de dingen die nu gebeuren, zouden gebeuren. En het is nog eigenlijk zelfs erger dan hij had voorspeld. En hij is al een pessimist. Dus het laat zien hoe de dingen kunnen uitpakken natuurlijk. We gaan kijken naar creativiteit. We gaan kijken naar technologies to save the world. We gaan kijken naar ons vriend George Soros. Is het toevallig iemand die de naam niet heeft gehoord in zijn leven? Deze man heeft 15 jaar geleden een boek geschreven, dit boek, om ons te waarschuwen van wat nu gebeurt om ons heen. De binnencrisis heeft hij allemaal precies voorspeld, zelfs het jaartal heeft hij voorspeld. Niemand van belang, ik heb het boek gelezen, maar ik kon er niets aan doen, heeft dit boek gelezen en er iets mee gedaan. Dus wij weten heel veel dingen die gaan gebeuren, we kunnen ze voorspellen. Maar we blijven natuurlijk vrij primitief. Een boek van een Nederlandse primatoloog, Auwe Inne Eek, heeft eigenlijk mensen weer zo eindelijk met laten we eerst, het scheelt niet zoveel. Nederlander heeft het gelezen, heeft een boek geschreven, Help mijn baas is een naam. Want we gaan vandaag ook over het bestuur hebben en ook over management. Oké, okay? Dus zo belangrijk om het in perspectief te zetten. We hebben nog een prachtig boek, de laatste die ik ga raadplegen voordat we doorgaan met de ondersteuning. De Nederlandse industrie. Jullie zijn allemaal bezig met mensen voorbereiden om carrière, hopelijk om de welvaart van het land te bevorderen. En uiteindelijk moeten ze doorstromen in banen, hopelijk in het land. Dit is een vrij recente samenvatting van de hele Nederlandse industrie. Het is vrij dun, oké? Okay?